What up, what up? Het is je boy Demo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Ik ben hier met de toffe juryleden, Tim Beumers hier aan mijn linkerkant. Daarnaast hebben we excellent host en bedenker van Punch Out Battles. Hier rechts van mij, links van jullie, hebben we Kimo. En onze gastjurylid dit keer, dat is EZG, winnaar van de FunX Punch Out Battles finale event ding. We gaan het. Lekker maar. Ja, heerlijk. We gaan het vandaag hebben over een hele dope battle, vind ik zelf. Vito versus Mitch. Dat was volgens mij wel vuur, man. We beginnen vandaag met onze gastjurylid, EZG. Wat vond je ervan? Dit was echt een hele vette battle, man. Echt fucking dope. Ik had al van tevoren al. Ik ben best wel fan van Mitch, maar ook van Vito. Maar Mitch is die nieuwkomer die echt alleen maar gewoon versnelt gewoon, man. Die agressie, bars, hij heeft het wel allemaal. Plus die beetje die retard act ofzo, dat, merkt hij wel goed uit. Ja, echt niet act. Ik had er veel van verwacht. Ik zie Vito, dat die begon heel erg met die vechtersbars. Op een gegeven moment ging die man, hoe weet ik wat hij allemaal ging noemen, dat was dope. Ja, toen kwam Mitch, die knalde gelijk met schreeuwen, die ging er gelijk overheen. Je deelt geen bodybags uit, maar gehoren praten, weet ik veel wat die allemaal zei. Ik vond dat Mitch deze battle wel gewonnen heeft, overklast heeft. Vito raakte het ook een beetje kwijt op het einde, werd afgeleid. Ik vind dat dat niet moet kunnen, ofzo, dat je je niet moet laten afleiden door iemand uit het publiek of mensen uit het publiek. Dus ik ga deze battle aan Mitch geven. Dus dat heb ik gebruikt. Oké, tof. Ja, dat gelijk, wil je ook gelijk je cijfers geven? Ja, even gaan eten en zo. Excellent. Ik wil even naar jou toe gaan. Jij bent iemand die heel vaak erover heeft dat je als je in zo'n battle league zit ook best wel goed moet kunnen freestylen om dat er doorheen te gooien. Nou hebben we dat gezien bij Vito. Maar heb ik het gevoel dat dat soms misschien juist in zijn nadeel werkt? Hoe denk jij daarover? Kijk, het gevaar van freestylen is dat je je geschreven shit kan kwijtraken, man. Daarom, als ik dat deed in een battle, was het beter daarvoor of nadat je shit eruit had. Het beste is zelfs nadat je al je geschreven shit eruit hebt, dan ben je safe. Heb je dan nog space over, ga dan maar freestylen. Als je het goed kan. Want je kan ook weer je geschreven shit verpesten door een wack of freestyle te droppen. Dus het is een risicofactor, man. Weet je? Je moet het eten. Het is een blijft risico. Hoe vond je het dan zeg maar in deze battle? Want in deze battle deed Vito het eigenlijk best wel in elke ronde. Wat ik dan daarover heb te zeggen, is dat dan freestyle nog steeds altijd beter is dan choken. Weet je? Vito heeft gefreestyled. Het waren niet zijn beste freestyles, maar hij heeft niet gechoked. Hij doet dat wel altijd. Hij doet dat wel. En hij heeft niet gechoked, weet je? Dus ja, ik zie liever dat dan dat iemand gaat choken, man. Snap je? En ik had liever dat hij gewoon zijn teksten niet vergeten was. En gewoon zijn geschreven shit had gebracht op E-game, weet je? Want dan was deze battle helemaal om in te lijsten. En dan ging het in de top 5 battles ever van Punch-Out waarschijnlijk. Okay. Weet je? En in welke top zit het nu dan voor jou? Top 10, top 20. Top 20 misschien. Want ja, met seizoen 1 bij elkaar hebben we wel echt veel zieke battles gehad, weet je? Dus laten we zeggen, als er een top 20 Punch-Out battles was, zou deze wel erin komen, man. Okay. Maar hij had hoger gekund, man. Maar helaas was Vito zijn dingen kwijtgeraakt. Ik weet niet of het door het freestylen kwam of dat juist ging freestylen omdat hij zich kwijt was. Het is één van de twee. Een vicieuze cirkel ding, zeg maar. Ja, dit was eigenlijk een battle waarbij ja, allebei de deelnemers echt vurig, echt heel aanwezig waren. Delivery tegen delivery. Ja, heel dope. Je hebt style clashes soms, weet je, delivery tegen bars, dit tegen dat. Maar dit was delivery tegen delivery. En dan krijg je veel kaartbarsing, man. Vuur. Kimo, was dit denk je een battle waar het belang van de performance echt naar voren is gekomen? Dat lijkt ze qua stijl op elkaar. Wat jij zegt, de delivery, de performance, dat hebben ze. Ja. En ik denk dat dit een battle is die uiteindelijk in de lange adem of in de steadiness van de battle beslecht is. Ik vond ze alle twee heel hard. Ik moest echt wel lachen dat Mitch begint door iemand anders aan te spreken over hard praten. Ik zat gewoon te kijken. Ik dacht, dit is Mitch en hij zit gewoon iemand uit te leggen. Dat is hard. Jij schreeuwt zo hard! Wat? Maar ja, of het ook weer naar voren kwam, waren die pedo-lines van Vito. Die zijn natuurlijk ook eerder gekomen. Dus ik vond het grappig dat hij daar op doorging en dat hij zei van jij wil me alleen lyrica verkrachten omdat ik geestelijk kwalijk ben. Die kwam aan. Weet je, dat is weer, hij zit lekker in die rol. Weet je wel, van de Mogol, zeg maar. Dat is lekker. En hij zou het van Bossenaar herinneren niet. Nou, dat verplaatst je lichaamsbouw. Dat vind ik ook nice. Hij was gewoon hype as fuck. En ik wil ook een eervolle vermelding doen voor zijn vriendin.
Weet je? Van Mitch. Ja, sowieso van de Berg. Soms lijkt het alsof zij zelf ook in de Battle League zit. Precies, precies. Maar sowieso, ze heet Van den Berg, dat is natuurlijk een mooie achternaam ten eerste. Maar ja, ze staat er gewoon weer. Ze staat er weer gewoon. Zij vangt is het familie van jou? Het doet haar, nee, maar het doet haar. Daarom wil hij haar even erbij halen natuurlijk. Ja. Is het licht of zo, hè? Maar dat doet het. Daarom weer toch bij. Ik vind het gewoon wel, je bent wel een strijder, weet je wel. Dan moet ik echt al die shit uit je overheen. En het lijkt er ook nu niet meer te raken. Dus ze komt gewoon om haar Martie gewoon te supporten, om haar vrienden te supporten. Dan is de vraag dan ben je wel. Het moet haar ook niet raken, want ze weten dat het toch is een sport, man. Maar dan is de vraag wel. Kan het te ver gaan? Kan je zeg maar te veel van dat soort dingen doen? Want zo iemand komt natuurlijk kijken en die is geen battler. Ik had het gevoel dus wel dat hij daar dan klaar mee was. Dat hij nu klaar mee was. Hij ging ook gewoon voor hem staan, want hij sprak ook haar aan. Hè. Hij zei niet alleen maar jouw vriendin is. Hij probeerde echt contact met haar te maken. Ja. Hij ging echt voorstaan. Zeg maar. Dus volgens mij is Mitch daar een beetje klaar mee. Of in ieder geval is het gewoon goed dat hij ook voor zijn vriendin laat zien van hey, ik heb daar gewoon genoeg van. Voor de rest, ja, je mag in principe gewoon alles zeggen. Ja. Denken jullie dat, wat denk jij Tim? Denk je dat er een grens moet zijn in hoe je zeg maar publiek die eigenlijk niet mee battelt kan betrekken in zo'n battle? Ja, er is geen grens, maar het is, op een gegeven moment dan is het wel leuk geweest. Ik zou lekker mijn wijf thuis laten. Maar ook met moeders en vaders gaat die wat slijk gehaald, die stonden ook voor haar gewoon te plakken. Nee, maar het ding is meer van het is niet meer origineel. Weet je? Als ik het hoor, denk ik van ja. Sowieso de beste bars die je over haar kan spitten zijn al gedropt. Ik bedoel, ja. Dus zijn al over en over is gebruikt. Ja, weet je, en dan het is nu een soort van, ja, been there, done that voelt me een beetje. Mm. Het is ook te makkelijk. Het is zo'n makkelijke prooi of zo. Ja. Ziet u bij ook dat je alle namen van rappers zo gaat noemen? Ja, dat heb ik hier ook. Zo vaak gewoon. Ja, maar hij denkt nog twee keer. In de derde ronde nog een keer wat omdat hij hem kwijt was in die vorige ronde toch? De helemaal niet. Was hij hem kwijt. Ja, man. Klopt. Dat weet hij hem nog een keer. Dat is ook weer een risico. Maar wou toch gaan slopen? Ja, wat was dat nou helemaal op het eindje? Nou, dat is bleek dat, ja, Boudo zei dat hij niet was, maar bleek dat Boudo of iemand die naast hem stond door Vito's rondes heen ging schreeuwen. En dat hij daarom zijn shit vergat en van zijn shit af was. Okay. Ja, en dan kon hij dus niet Boudo zijn dingen uitkrijgen. Boudo heeft een hoofd wat je gewoon graag wil slaan. En daardoor werd hij boos op Boudo, omdat als je dan toch die kant op kijkt, denk je van dan wil ik hem slaan. Ja, nou, als battelaar hoor je eigenlijk wel een beetje er tegen te kunnen. Ja, ja, je moet je het laten afkomen. Maar aan de andere kant moet je ook wel begrijpen dat Vito zich heeft voorbereid op dit, weet je. En je wilt gewoon je shit eruit hebben. Je weet je fire is begrijp je. Je eerste ronde ging lekker. Je tweede ronde, ik weet niet welke ronde het gebeurde, maar je weet toch, je wilt het even goed afsluiten. En dan lult iemand de hele tijd door je shit heen en dan kan je er vanaf aan. Ik begrijp Vito's frustratie helemaal. Toen zei hij in die finale van die freestyles, heeft hij ook verloren, weet je. Hij heeft ook nog een beetje, hij heeft wel twee battles gedaan. Ja. Maar kijk, ik zou sowieso, als je in een situatie bent als MC en iemand aan de zijkant praat erheen, zou ik gewoon stoppen. Ja. En zeggen, ga ze aan de kant. Nee, of hou jij gewoon even je bek of flikken op. Ja. Weet je? Of als je freestyle. Nee, niet eens man. Gewoon stoppen. Waarom freestylen? Stop gewoon, onthouden waar je bent, lopen niet naartoe. Hou je bek of flikker op en ga terug. Maar dan, het is zonde om je gewoon te storen de hele tijd. Het was vandaag meerdere momenten dat hier mensen om de hele tijd aan het praten waren. En ik ben persoonlijk iemand dan zegt, stop die shit, loop gewoon naartoe. Jij, ga gewoon eruit. Rot gewoon op. Weet je, als je je bek niet kan houden, flikker op. Zou je iemand zeg maar minder punten geven als hij zijn battle even zou pauzeren of zo om zoiets te doen? Ja, minder punten niet per se. Kijk, als je het gewoon snel doet en je maakt er een show element van, je gaat weer verder. Ja. Maar die shit je werkt. Moet er niet te lang gaan ophangen. Die shit werkt. Die gast met die irritante lach, die iedereen die hier aan doet, heeft vandaag veel minder gelachen. Mm-hmm. En die is de vorige keer, is hij eerst door Lubrano aangesproken. En toen was hij zeg maar, toen was hij een soort van, maakte hij er een geintje van. Toen ging ik ook naar hem toe en zei, vriend, dat is serieus, gewoon fucking normaal of blijf gewoon weg. Weet je, het is gewoon hinderlijk. Mensen storen zich aan je. Je denkt mensen maken een grapje. Je bent dronken. Weet je, het is gewoon hinderlijk. En vandaag, hij heeft zich gewoon netjes gedragen. Weet je, als het grappig was, lacht hij heeft gewoon besef van, toch? Soms moet je dingen gewoon aanspreken, anders houdt het niet op. Maar ik denk dat het wel aan de battle ligt of zo, dat het publiek de aandacht verliest als het gewoon niet echt, als het gewoon saai is. Tuurlijk, dat is vandaag ook gewoon geweest. Bij hele dope battles was het soms ook gewoon echt muisstil, dat iedereen wilde horen. Is dat is respect, weet je. Als het jou stoort als MC, en als het je niet stoort, gaat door. Maar als je merkt van, ik verlies het, want iemand daar staat te praten de hele tijd. Hey. Dan kan je beter stoppen, punt maken en doorgaan, als dat je zeg maar een soort van in je eigen woede verzuipt. Ik denk wel dat je een punt hebt hoor, want
Vito is altijd goed met de rebotterings, ja. Hij gebruikt freestyles. Hij heeft nu niet één battle, maar drie battles zelfs gedaan. Ja. Van tevoren. Ja. Ja. Op een gegeven moment wordt het een beetje veel ook, weet je. Misschien is hij even in die freestyle ding blijven. Ik weet dat hij beter kan, zeg maar, wat hij nu gedaan heeft. Vito is wel goed, man. Vito is keihard. Aangezien Tim toch spraakwater heeft, ben ik eigenlijk benieuwd naar wat toffe bars die jij deze week. Kimo heeft alles goed. Ik vond het stukje, het kut is bij Vito, ik heb dingen opgeschreven. Had iets met de 101 bars referentie, maar ik weet niet meer welke dat was die ik keihard vond. Had een stukje aan het begin wat over voedsel en snacks ging, wat ik heel leuk vind, want het ging over snacks. Hij noemde een beetje Bami schijf volgens mij, ik weet niet meer. Ja, dat hij terug ging naar zijn allereerste battle, want hij zei van ja, excellent, gaat het over zijn moeder of Oh ja, dat bedoel ik met die 101 bars referentie. Hij pakte inderdaad jouw bars van 101 bars, ja dat vond ik keihard. Tijdens throwback naar zijn eerste, dat was zijn debuut zeg maar, dat is wel dope man. Nee, maar hij refereerde, hij deed bars van jou, van je 101 sessie. Ja, klopt, maar dat deed hij in zijn allereerste battle in seizoen 1. Oh, dat is het. In zijn underground deed hij dat al. Toen keek ik niet naar Pancho. En Mitch had een stukje over, jij hebt geen groeisprut, maar een krimpsprut tegen Vito, die van de keihard. En dat stukje over die sproeten in zijn gezicht en refererende aan hoe de zaad en zulke dingen. En dat hij een filmpje had van Vito, dat hij zijn ex neukt, maar dat hij geen kindersporno wil verspreiden. Ja, maar Mitch was... Weer? En voor mensen thuis die zeggen dat je Mongolen niks kan leren, is het niet waar man. Hij is elke keer weer next level, weet je maar. Klopt man. Als ze het maar willen, toch? Ja, 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 ja. Ja man, hij was weer next level. Mitch was nu een soort van, je kon niet eens meer zeggen van, oh hij is best wel goed voor een retard, of wat brengt hij het leuk voor een retard. Hij was gewoon hard. Mitch wordt letterlijk elke battle beter. Ja, maar echt. Je ziet dat Mitch dat heel serieus neemt. Ja, hoe die kijkt naar die battles. Ja. Maar dit is gewoon wat ik bedoel met die boys die erin zijn gestroomd van de Next Gen. Je komt binnen bij de theateraudictie met potentie. Ja. Weet je, de eerste battle die je doet. Weet je, en met de tijd moet je gewoon groeien. Je hebt die ingrediënten, je moet koken en zo. Weet je. En ik denk er zelfs van dat hij zeg maar zijn haar heeft laten groeien. En zijn vuilniszakstaartje weg heeft gedaan voor het geval dat mensen dat zouden zeggen. Want elke keer als ik hem zie, heeft hij een hele andere look, lijkt wel. Hij kon gewoon elke keer mee bezig. Ja, had nu in één keer had hij weer een normaal kapsel. Ja. Want iemand refereerde er ook aan. Die zei tegen Giant, want je hebt hetzelfde haar als Mitch. Toen dacht ik, ja, niet meer. Nee. Want dit was eigenlijk een battle van twee boys die echt zijn gegroeid. Vito is van seizoen 1 ook echt heel veel gegroeid tot nu toe. Weet je. En Mitch heeft ook grote groei doorgemaakt. En als je die twee boys tegen elkaar zet. Ja, geen fire man. Dit was echt een battle. Ja, ik vond dit elke battle was gewoon van oké, wie gaat winnen? Ja. Wie gaat er winnen? Dat vroeg je echt tot het einde. Ja. Dat is een hele mooie. Ik was al bezig. Ja, ik zag hem voor je. Ja, dope. Dan mag je gelijk als eerste je cijfers geven, man. Vito tegen Mitch. Ik vond het heel jammer dat Vito niet zijn dingen had kunnen afmaken. En ze zullen het vriendje politiek doen, maar ik heb Vito toch gewoon een 7,2. Because he's my boy. En ja, Mitch een 8,2. Ik vond Mitch kaart. Een hele punt harder. Ja, maar goed. Twee keer dat stukje over MC-namen, de derde ronde niet afmaken. Eigenlijk zou het niet eens een voldoende moeten zijn, maar geef het op zich. Because it's your boy. Cito, man! Dat. Okay. We weten al welke auto Tim rijdt. Ja. En ik ren ook niet. Dus. Kimo, jouw cijfers voor Vito tegen Mitch? Ik vond dat Vito weer lekker begonnen. Hij vond het daarna een beetje op. Als het hij een hoger cijfer gaat, maak ik een 7,5 van mij. Ik wil hem sowieso ook opschrijven voor het freestyle gedeelte, waar hij naast stond. Is ook naar de finale gekomen, dat is niet voor niks. Jammer dat het zo eindigt verder. En Mitch kreeg van mij een 8, maar dat was weer lekker on point. En ik heb van genoten. Heerlijk. Is het geen jouw cijfers voor Vito tegen Mitch? Mitch kreeg van mij een 8,5. Ik vond hem echt goed. Ik vond Vito ook goed. Jammer dat hij het opfokte, maar ondanks dat hij het opfokte, van dat wat ik had gezien, vond ik wel een 7,9 waard. Okay. Ja, gewoon niet zo. Ja, excellent. Ja, ik zou Vito sowieso een 8 gegeven hebben als hij alles eruit had gekregen, clean. Weet je, maar helaas, door de stumbles en het vergeten van zijn shit, freestylen, wat niet echt ging. Weet je, het ging wel goed, maar ik bedoel van, je weet dat het freestyle was omdat hij zijn tekst was vergeten. Mm. Dus ja, 7,5 man. Had veel meer ingezet voor Vito. 7,5 en Mitch een 8 man. 7,5 en Mitch een 8. Oké, okay, dat zijn alle cijfers. Ik ga de gemiddelde even aan de binnenkant van mijn ogen kijken. De gemiddelde cijfers voor Vito tegen Mitch. Vito is geëindigd op een 7,5 gemiddeld. En Mitch maar liefst een 8,1 gemiddeld.
Nou is het zo, juryleden behalve EZG zijn best wel op leeftijd. Dus niet alleen hun beslissen wie gaat winnen, ook jullie hebben mogen stemmen. Ja, is toch zo, kom op. En wil je eigenlijk weten wie uiteindelijk de kampioen is geworden van deze battle? Ga dan even naar punchoutbattles.nl en dan zie je de uitslag. Ik wil mijn juryleden bedanken, Tim Beumers, Excellent, EZG en Kimo. En we zien je bij een volgende aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Mijn naam is Demo.